Boeren gaan samen met natuurorganisaties, ketenpartijen, kennisinstituten en de Rabobank werk maken van het herstel van de biodiversiteit. Deze brede beweging presenteerde woensdag in Den Haag daartoe het Deltaplan Biodiversiteitsherstel. Nou, daar voel ik me best heel goed bij. Weet je waarom? We werken met heel veel partijen daarin samen. Partijen die elkaar eerder niet altijd even goed wisten te vinden. En als je dan goed het filtert, dan blijkt dat de doelen die al die partijen individueel hebben, eigenlijk helemaal niet zo heel ver uit elkaar lopen. En als je elkaar op dat punt weet te bereiken, en dan kun je samenwerken en dan kun je ook de samenhang vinden in de plannen die je wilt gaan doen met elkaar. Louise Vet, voorzitter van het voorbereidende Deltaplan-team, zegt dat de boeren onmisbaar zijn. Ja, we zijn met een brede maatschappelijke coalitie en we zijn super trots op de boeren die er nu al in staan en die echt meedoen en voorop lopen. Dat wordt ook door de hele maatschappij zeer gewaardeerd. Dus ik denk dat het in de toekomst nog veel meer boeren zal stimuleren om met deze mooie beweging, om dat biodiversiteit weer te herstellen, om dat voor elkaar te krijgen. En het mooie van dit plan is dat wij gezamenlijk met alle partijen daarvoor ook een waardering, een beloning voor hebben afgesproken met elkaar. Want we hebben allemaal gezegd van het is allemaal leuk en aardig, maar we vragen heel veel van die boer. Maar er moet een beloning tegenover staan, anders krijgen we dat met elkaar niet vlot getrokken. En dat zit hierin gebouwd. En straks zal ook de inzet van de boer in het herstel van biodiversiteit daartoe beloond gaan worden.